Yo mensen en welkom bij deze korte even video. Want zoals jullie zien heb ik hier Funny Moments van Sniper Elite 4 samen met Jente. Die ga ik soms eens uploaden. En dat gaat niet op een bepaalde tijd zijn, dat gaat soms eens zijn. Dus in ieder geval, geniet ervan en tot later. Doei mensen. Ja, map, je moet zien. Ik heb de Urban gekozen, maar er zijn er veel meer. Ik weet dat wij ook alles hebben. Ja, Bunker hebben we alles gespeeld, dat weet ik nog. Nightwoods, nee, die ziet er mij wel leuk uit. Dockyard hebben we ook gespeeld, dat weet ik nog. Kies maar, kies maar. Ik wil Nightwoods wel eens proberen. Wacht 2 secondjes, hè. Ja, ik ga gewoon al ready. Ik ben al ready, ik zal het zo zeggen. Ah ja, de red, voilà. Ik kan nog een berichtje sturen in dit ding. Wow, ben ik level 10? Holy shit, dat wist ik niet eens. Oké. De games. Oké, start game. Hier, Ja, we weten nu al wie gaat winnen, hè? Ik niet. Bah, ik weet het niet. Ja, zelfs als met ik nu lopen. Zelfs moet gaan eten, haal ik mijn leven, want dat gebeurt altijd bij mij. Alrighty, I'm ready. Oké, okay, dat is toch niet. Nee, zweer, dat is third person. Ah, dat is altijd wel third person geweest. Wauw, ik ben ja, echt slecht. Ja, wel, maar ja. I'm coming. I am gonna stick a knife in your ass. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee. Okay. Dat is echt zo raar. Hoezo niet? Ja, ziet, mijn geluid dat dat zacht, maar... Ik heb geschoten, dus je hebt dat niet gehoord misschien. Nee. Ziet, mijn geluid dat... De graphics zijn misschien niet altijd even mooi, maar ik vind het echt veel leuker als Call of Duty, man. Ik ben wel aan het schiemen, hè. Ik ben aan het kijken waar ik ergens zit. Maar, dat duurt nog fucking 17 minuten, hè, vriend. Ja. Deze duren echt lang. Kun je dat niet veranderen, die tijd? Jente, kijk eerst of je een schot hoort. Ja, ja, ik weet waar je zit. Ik ben daar maar gewoon naartoe gewandeld. Ah, oké. Oh, vriend, echt waar. Jij zit daar nu of wat? Nee, joh, daar ga ik niet naartoe hoor. Ik ben mijn leven niet beu. Oeh, ik zie daar echt een huis met allemaal mist voor. What the fuck was dat? Ik ga er aan, joh, want jij zit mij nu te spioneren zo hard. Nee, dat is echt niet. Vriend, als jij nu weet dat ik een toet ben, hè. Oh. Ja. Ziet je kratten vallen? Ja, nee, nu ben ik even ergens anders naartoe gegaan. Oké. Okay. Maar schiet nog eens, dan schiet die dan misschien. Ja, 999. Nee, dat lef heb je niet van. Oh, zeker. Heb je dat gezien? Ik heb niet eens gehoord. Ja. Ah. Oh. Ik ben stil op de nacht. Ik, Oh, dit lijkt toch zo fel op elkaar allemaal, hè? Je zou mij nu ook kunnen zien, hè? Verdomme, ik ben dood. Hey, maar wacht, hè. Ik moet gaan eten. There we go. Again. Waarschijnlijk heeft Neil niet zo super veel zin om ook te spelen. Ja, maar ik word echt kwaad van dat downloaden, man. Dat wordt kwaad. Dat is eigenlijk echt een goede plek hier. Ziet er echt mooi. Ik ga weer beginnen, ik ben weer veel te fel aan het opjagen hierin. Ik ga door de kant, mijn hartslag is niet meer normaal. Holy shit. Maar ik durf hier ook niet zo weg te gaan. Jente, ziet jij misschien ja. Kratten vallen? Ja, maar ik hoor iets schieten of zo, hè. Ja, er zijn zeg maar kratten gevallen, at the moment. En misschien als je dat zag, dat je, hè, je weet wel, hè. Hallo? Maar zit je in de stad ongeveer? Ik ben aan het treinsporen.
Echt, zijn hier treinsporen. Oh, wacht, wow. Is hier zelfs een stad? Waar zit geen stad? Ja, ik blijf zeg maar hier, want ik heb hier wel een goede vintage point gezien. Waar ik kan blijven. En waar ik nu dan, desnoods... Ik hoop niet dat jij mij nu ziet. Nee. Dat is niet. Weet je, ik ga hier vanaf. Ik bedoel... Maar wat joh, waarom? Ik vind nu gewoon weg. Echt niet. En ik ben nu dom, zo wat ik kan doen, dan doen we ja. Hé, hey, hier is de opslag. Fiets. Kan ik me hier niet gewoon zo'n krat leggen en dan als jij eraan komt, gewoon de krat open doen en een mes in je keel steken, hé? Waarschijnlijk gaat dat. Oeh! Wat is dit hier? Waar leidt dit naartoe? Naar drie pijpjes. Zijn ook een nietje. Ik weet niet of je dat gezien hebt of gehoord. Nee, ik ben aan een treinspoor, dat kan ik ook wel zeggen, maar ik ga hier echt niet weg worden. Je zit aan een treinspoor. Ik denk dat ik wel weet. Ik weet denk ik wel waar jij zit. Ik ken wel, ik weet ongeveer wel in welke dingetjes jij gaat zitten zo. Jij denkt te weten waar ik ga zitten. Ja, zonder iets te zien of zo. Ja. Dat kan. Maar dat is nu weer te zien aan welk treinspoor dat je zit en natuurlijk. Holy shit. Dat wist ik niet eens. Oké. Dat moet dus niet gaan gebeuren. Ja, maar jij gaat mij waarschijnlijk weer killen op een dom moment van mij ofzo. Ja, kijk, dan moet je eerst zien te vinden en dat is al moeilijk genoeg. Dat kan goed zijn. Ah! Now I see what you mean. Zo'n gebouw, klein gebouwtje met vlaggen van Noorwegen ofzo. Dat kan. Nee, dat zie ik niet. Oh, dit is echt. Wacht jij, hè? Ja. What the fuck? Even zeg maar nu, moest je daar zicht op hebben, hè? Ik zei, moest je daar zicht op hebben. Oké, je ziet me, sowieso, je ziet me fucking hard waarschijnlijk. Anders dan doet je niet zo. Maar waarom zeg je dan dat je dat niet wist, die vlagjes van Noorwegen? Ik ken die vlaggen. Dat is gewoon rood met een blauw kruis. Ja. Shit, ik kan je bijna zelf moord plegen, joh. Ik heb geschoten. Moet ik eens met een sniper schieten voor u? Nee! Wat? Op mij, zei je. Nee, gewoon. Ja, oké, schiet eens. Wacht, hoe pak je een sniper nu? Ah, oké. Ofwel op het bovenste pijltje, ofwel... Voilà. Bruh, ik... Ik zal nog eens. Heb je al eens... Ja, al drie keer of zo. Ik ga krab afschieten. Ja, dat hoor ik, ja. Dat krab ligt zeg maar nu op dat spoor. Dus het valt ook gewoon niet te missen. Nice man, hier zitten we dan. Met nog 1 minuut op de teller. Weet je... Ik ga gewoon sprinten. Ja, nice man. En kijk of ik het tegenkom, en als ik het tegenkom, begin ik gewoon te schieten in het wilde weer. Ik denk niet dat we elkaar gaan tegenkomen. Tenzij je nu terug aan die 4-5 sporen zijt. Nee. Game over. 20 minuten hierop gezeten en elkaar gewoon niet gevonden, hè. Serieus?